Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. Op een heel mooi jaar met heel veel bloemen. Ik heb er zin in. En we gaan gelijk van start met een mooi voorjaarsbloemstuk. Een mooie voorjaarskrans. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje kurspakketten. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Gaan we een hele mooie voorjaarskrans maken. Ik heb hier de krans met steekschuim al voor me. Ik heb hem vol laten zuigen. Ik heb nu een bio-versie gebruikt. Je kan ook de normale versie gebruiken. En we gebruiken mooie mosstapjes. En ik heb voorjaarsbolletjes. Mooie vrolijke bloemen. Ik vind het altijd geweldig om na de kerst weer dit soort stukken te maken. Kerst eruit, voorjaar erin. En ja, gewoon heel veel mooie verse bloemen. Ik hou er gewoon van. Dus ik neem jullie daar de komende tijd in mee. Er komt heel veel nieuws online hier op dit kanaal. Dus ik heb helemaal zin om alles met jullie te delen. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We beginnen met een basis van mosstakjes. En die bevestigen we rondom op de krans. En ik doe dat wirwar door elkaar. Want dat geeft straks een heel leuk effect. En daardoor maak je de krans heel apart. Ik zet het even vast met krammetjes. Je kan eventueel ook lijm gebruiken. Of een combinatie daarvan. Wat je zelf wil. En die zet ik dan vast op verschillende groottes op de krans. Dus je kan ook kleine takjes gebruiken. Je kan wat grotere takjes gebruiken. Wat jij daarin mooi vindt. Dan is het tijd om verder te gaan met de voorjaarsbolletjes. Ik haal dan het zand eraf. Je haalt ze er gewoon voorzichtig uit. Je kan ze zowel met als zonder wortel gebruiken, wat je zelf fijn vindt. Dan kan je gewoon de wortels schoon spoelen. Even in een bakje met water. En dan kan je er gewoon een prikketje in doen. Voorzichtig doet, dan kan dat geen kwaad voor het bolletje. Dat doe ik met de bolletjes die ik heb. Ik heb bijvoorbeeld ook mooie nassesjes, blauwe druifjes, maar je kan allerlei bolletjes gebruiken. Eventueel kan je even een emmertje gebruiken, dan doe je hem daarin en dan is het zand er zo af. Dus het gaat eigenlijk vrij makkelijk. Dan heb je ze iets schoner. Nou, zoals je kan zien heb ik die allemaal op een sorteerprikker gezet en ze zijn mooi schoon. Hier heb ik de worteltjes aangelaten, de blauwe druifjes. Ja, zijn blauwe druifjes. En hier heb ik ze afgehaald, want die vind ik net iets te grof in de krans. Maar je kan er dus voor kiezen wat je zelf het mooiste vindt. Dan pak ik de krans er weer bij. En dan gaan we de bolletjes verdelen in de krans. Je kan ervoor kiezen om ze rechtop te doen. Maar je kan er ook voor kiezen om ze er schuin in te verwerken. Je kan eventueel ook de sorteerprikker aan de zijkant doen. Dan kan je ze er wat platter in verwerken. Dan vind ik het altijd wel het mooiste dat ze met de klok meelopen. Maar kijk ook even goed hoe het bolletje groeit. Dan is het tijd om verder te gaan met de bloemen. Prachtige bloemen. En die steek ik er mooi compact bij tussen. Ik maak hem nu in donkere roze tinten, maar je kan natuurlijk allerlei soorten kleuren gebruiken wat je mooi vindt. Dus je kan hem helemaal naar wens maken. Ik vind dit wel echt, gewoon lekker voorjaar, lekker fris qua kleur. Ik ben er wel gek op. Je pakt als volgt een aantal toefjes bij elkaar. Daar maak je zo een toefje van. Dan pak je een ijzerdraadje, die sla je eromheen en dan wikkel je die eromheen. En dan heb je hem iets steviger bij elkaar. Dan steek je hem er wel wat makkelijker bij tussen. Op zich zijn de steeltjes wel heel stevig, maar dan krijg je hem er vaker net even iets compacter bij tussen. Hè? En ik kan niet anders zeggen, maar dit is toch gewoon echt prachtig. Echt heel erg mooi. Mooi rijk gevuld, warme kleuren, maar ook in combinatie met het hout. En de fijne materialen heb je een heel mooi geheel. En echt voorjaar door de voorjaarsbolletjes natuurlijk. Geeft ook een heel leuk effect als het straks begint te bloeien. Hè? En dan hebben we echt een prachtige voorjaarskrans gemaakt. Heel mooi van kleur. En die voorjaarsbolletjes en de takken maken het natuurlijk helemaal af. Wil je dit graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En wees snel bij, want op is op. En dan zie je mij volgende week weer.